Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video en vandaag hebben we voor de 500ste keer weer een nieuwe aflevering in de Efteling. We hebben namelijk nog steeds niet alle attracties hier gedaan met models erbij. Vandaag zijn we in Sprookjeskraft en gaan wij de Python en de Carnaval Festival doen. Dus voor de oude kijkers, die vinden dit wel hartstikke mooi. Staan altijd met zijn mooie verhalen van de Python. Zeker. Want cool, ja, de baan is nu vernieuwd, hè? Hey. Ja, dat is waar. Dat is ook alweer even geleden. Buiten gebruik. Ja, we gaan er gewoon in. Rennen. Ja, ze hebben hem toen helemaal afgebroken en de baan gewoon volledig opnieuw opgebouwd. Sindsdien draait hij wel wat soepeler. Maar ja, nu in tijden van corona is het alweer even geleden dat het allemaal open is. Ja, je kan nu met een auto door de Efteling rijden. Ja, daar hebben ze toen voor de... Wow, hier is hij. Oh, die models zijn wel echt vet. Daar is hij. Daar hebben ze voor de medewerkers gedaan, ja. Die mochten met de auto er doorheen. Oh. Dat is wel tof. Dat was alleen voor de medewerkers. Van dit park, of niet? Nee, denk ik niet. Van corona-proof. Er moet overal één karretje tussen. Oh, ja. Nou sta je wel naast hem. Dan ga ik wel hier staan. Oh, ze hebben nou ook zo'n... stoplicht. Oh ja. Duurt wel even voordat ze terug zijn. Oh, dat optakelen. Dat optakelen duurt een uur. Takelen. Oh, zijn die nu? Die gaan nu pas de looping in. Die gaat ook kei langzaam vanuit hier lijkt. Ja. Lekker man. Hoe was die hier? Donald Duck pakje. Wezen. Door die schroef heen lijkt hij helemaal, dat is echt geweldig. Hij gaat echt mega sloom. Ja, als wij erin zitten, dan is hij meteen wel zwaarder, denk ik. Wel de quarantaine kilo's. Hey. Maar hun zitten beginnen... hun zitten gewoon AFK in dat ding, die zitten gewoon naar achter te kijken. Ja, of niet, wat zijn er aan het doen, jongen? Willen jullie nog een rondje erin blijven zitten? Wegwezen. Ja! Oh, ik dacht dat ik klikte op dat ding erachter. Oh, dit is wel cool. SC, Sprookjeskraft. Voorin. Ja, lekker man. Best wel vette models. Oh, hier, oranje. De Witty. Groen! Groen! Zeg tegen die gast dat hij hem op alle hasten zet. Ja, jongen, heel dat karretje zit in mijn hoofd. Ja. Daarom zit er een achterste voor, dat is de enige manier om iets te zien. Hey. Prachtige bomen. Oh, die optakeling hier duurt altijd anderhalf uur. Nu gaat hij wel wat sneller. Maar al hoor je nu. Nee, dat is als je terugkomt. Oh, mooi. Cameraatje. Middelvinger. Die hadden ze weggehaald. Al die schoolreiskinderen. Ja, maar die foto's halen ze dan weg, hè? Ja. Vaak worden ze dan een kwaad. Je ziet helemaal geen zak, man. Zijn er van models. Man. Nu nog geluiden erbij, dan zou het helemaal afmaken. Van krijsende kinderen. Je ziet helemaal niks met die models. Je kunt best gewoon in F5 gaan zitten. Oh, nu heb je wel eens dat je tijdelijk even uit het karretje gaat als je in de looping zit. Ja. Hé, maar jij kijkt nou ook naar achteren. Ja, omdat ik in F5 zit. In F5 ziet er nog best wel tof uit. Oh. Hey. Yo. Dat gaat echt snel, man. What the fuck. Pot random. Ja, het zit er helemaal in. En nou hoor je echt? Als je erin komt. Trrr, psh. Psh. Ja, die ride counter voor Python staat nu op 1. Lekker man. En nou gaan we naar de aangepaste Carnaval Festival. Eens even foto kijken. Ik hoop wel serieus dat die hier aangepast is. Dan maakt het meteen authentiek. Waarom rent hij niet? Rennen!
Ja, jouw Python ervaring met hashtag Sprookjeskracht. Hey. God miljard. Hoogmoed. Wat is dit? Mooie foto. Wat beflikkerd. Mooie foto. Oké, okay, tijd om naar dingen te gaan. Ja, zeg maar even tegen onze maatjes dat we naar Carnaval Festival gaan. Ja, die draait gewoon continu door, dus dat maakt niet uit. Roemer 2000. Hier, mooi hier, ga hierin zitten. Wielekes! Hey! Wielekesvolk. Kinderen. Kampers, wielekesvolk. Huh? Hoezo wat? Wat? Ja, je wordt elke keer getp'd, anders wordt die map denk ik groot. Ui! TV. Deze models hier binnen zijn echt vet. Ja! Oh, die zijn eigenlijk laag. Kan je er maar z'n tweeën in? Kak, hij is net weg. Nee, maar normaal loopt hij in één stuk door. Oh, je komt al niet aan. De baan gaat even stoppen. Ja. De Mongol instappen. Nou, kom op, kan dat dan begin? Hey! Hij gaat echt langzaam. Je hebt hier wel de mogelijkheid om in je hotbar om nu terug te gaan naar het park. Ja, niks. Heb je ook een optie om deze baan wat sneller te laten gaan? Turbo! Oh, hij draait ook echt. Hier rijden die kikkertjes. Ja, die models zijn wel echt allemaal vet, toch? Ja, dat is wel lachen gemaakt. Goede vaart. Hé, hey, bedankt, man. Zegt hij dat? Nee, dat zei zo'n manneke. Oh, ik heb heel die audio niet aanstaan. Ik heb ook geen audio aanstaan, trouwens. Die handjes, draaien die ook? Ja, zeker! Oh ja, die draaien echt. Lekker te weten. Oh, dit gaat wel echt slow. Ik wil dan eigenlijk wel terugzien hoe deze er vroeger uitzag, deze attractie. Ja, toen hadden ze natuurlijk ook al die models nog niet. Wat waren dat dan? Gewoon allemaal wel blokken. Ja, ik weet het niet. Ja, toen dan, poppies die er allemaal hetzelfde uitzagen. Dan ben ik ook al benieuwd naar Droomvlucht. Ja. Als daar ook allemaal models in zitten. Ja. Laat even weten of jullie die graag willen zien, mensen. Dan doen we ook meteen de Vliegende Hollander. Die hebben we volgens mij ook nog niet gedaan. Ah, die is ook wel lijp. Dat is mijn lievelingsattractie. Ik zal varen. Dit duurt echt lang, man. Ah, kak! Ik klik op rechte muisknop. Ik ben terug naar het park gestuurd. Godverde Bobba. Oh. Lekker, man. Ja, ik wens jou nog heel veel plezier dan. Ja, ik ben al bij de koe. Hij gaat daar wel echt traag. Ja, hij gaat wel echt traag. Deze attractie duurt letterlijk 10 minuten. Waar is deze? De Engeland? Ik zie die vlag ook heel slecht. Dit is allemaal Eskimo mannetjes. Oh nee. Ik heb echt geen idee. Oh, nu zijn we in Engeland. Bij die Engeland. Cupcakes. Ja. Hij knikkert zichzelf eruit. Ja. Wat irritant. Ik dacht, als je daar nou op klikt, dan kun je misschien wel zien welke attracties er open zijn. Hij kan niet lezen. Maar nee hoor, ik word meteen teruggestuurd naar de ingang. Opgepast. De baan gaat even stoppen. Nu is daar een nieuwe spraak voor gemaakt. Een nieuwe... Het is weer zover, jongens en meisjes. De baan nee, gaat nu doen weer... ze met een fanfare.
fanfare voorbij komt, dat ze daarom even stil moeten staan. Hoor je allemaal van die kijk muziek. Alleen maar omdat er weer zo'n mongol moet instappen. Hater. Waar zijn we nou? Duitsland, denk ik. Een of andere baby. Cupido. Cupido. We zijn nog niet eens bij Japan geweest, hè? Dat was ergens richting het einde. Oh ja, volgens mij was dat juist een beetje het midden. Oh, nu zijn we bij de ijsmannetjes. Wat moet dit een Yeti voorstellen? Er zit helemaal geen Yeti in, man. Ja, zit er ook zo'n grote Yeti of zoiets in? Nee, man. Je hebt eigenlijk wel zo'n witte aap. Een gorilla. Aap, een grote gorilla. Maar die komt dadelijk pas in Afrika. Die toren van Pisa, die beweegt ook echt. Toren van Pisa? Dan ben je echt pas in het begin. Yep. We zijn nu bij het corona gedeelte. Toren van Pisa. Toren van pizza. Gutti. Ho ho! Dan moet ik hem ook echt vastpakken. Weer een Cupido manneke. Oh, nu gaan we naar China. China! Nu gaan we naar Wuhan. Met die cupjes. Met die maskers. Oh, die maskers zijn wel... De maskers zijn dan geen models. Maskers zijn wel meuk. Pitty pitty pip pitty pitty pip pim. Oh, daar heb je die mannetjes. Buigen. Nihau. Buigen met die handel. Bukken voor de baas. Wat? Eten, Willy. We zijn nu bijna bij de draak. Draakske. Hey, Drake. Nieuw album. Oh, worstelen. Draakske. Daar gaan ze. Draakske, goeie gast. Ja, jij was toen nog naar een concert geweest. Daar heb ik al mijn arm nog gebroken. Ja. Eén zo'n rapper in dat voorprogramma die ging even over het publiek heen lopen. Ik stak mijn hand uit, hij pakte me mee vast en ging met zijn lompe schoenen om mijn arm staan. Die mongel. Knakte mee mijn elleboog door. Mijn polsen drie keer uit de kom. Het enige wat ik probeerde was een diamanten ketting van zijn nek af te trekken. Oh. Draakske. Oh, ja, nou ben ik bij de draak. Denkt hij? Hotline Bling. Hey! Hotline Bling zit hij. Kiki. Do you love me? Ja, daar heb je trouwens nou net gedaan, die Kiki. Die wou je even doen. Jij ging even uit het karretje. Maar je kunt niet meer terug in. Op. Do you leave me? We zitten nou al op minuut 23 van de attractie. Deze duurt in het echt al een kwartier. Hier is hij nog trager. Nee, dit is heel realistisch. Oh joh. Die zeeleeuw ziet er echt gaaf uit. Hij begint er gewoon van te gapen. Hij begint te klappen. Oh, nou moet je die keilang stuk. We zijn nog niet eens de jungle in geweest, hè? Hey, yeah. Meppe! Hey! Oh, dan ben ik er zitten genieten hier, jongen. Die models zijn wel echt gaaf. Modellekes. De jungle. Welke hadden ze nou aangepast? Jungle. Ja, die hadden ze toch aangepast, maar volgens mij hebben ze deze is de oude versie. Ook. Je zit in een van een poepballetje? Wat is dit? Minder spleetoogjes. En grote tanden. Wat is dit dan? Tand! Wie is dat? Hey, Mexico!
Mexico. Oh, we zijn bijna bij het einde. We zijn er bijna, jongens. Diesel. Meppe. De meneer naast me vindt het helemaal geweldig, jongen. Meppe. Broelie. Ho! Fotootje. Meppe. Smurkje. Ja, die monster wel best dik. Ook maar die... Ja, dat is wel vet gemaakt, serieus. ...bewegende jurk. Sta je al buiten te wachten? Ja, ik ben hier een beetje aan het rondlopen. Ik reed je kwijt daar meteen. Dan ga ik meteen terug naar het park. Dan kom ik jou meteen tegen. Nee, ik ben bij de Vliegende Hollander nu een beetje aan het rondlopen. Ik ben alleen maar blij dat nou die muziek het niet doet. Had de hele week kopping. Pip. Nou, dat was hem. Oké, terug naar het park. Oh, dan ga ik ook echt naar het begin. Ja, helemaal naar de ingang. Carnival Festival. Tip even naar Carnival Festival. Dan ben ik mij in één keer kwijt. Waar ben je? Even outro doen. Mensen, bedankt voor het kijken. We gaan volgende keer gaan we gewoon nog doen. Gaan we de Vliegende Hollander en... Droomvlucht. En de? Droomvlucht. Oh ja, Droomvlucht. Dus zien we je daar. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later. Later hè.